Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karin Tukkers, uw online bloemist en vandaag gaan we lekker aan de slag met een nieuw DIY pakket. We gaan vandaag een lang houdbaar bloemstuk maken die je aan de deur kan hangen, maar je kan hem eventueel ook ergens in huis een plekje geven. Je kan hem neerleggen, ophangen, wat je ook maar wil en je kan hem in twee variaties maken. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog, want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket voor vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt dan een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Je kan dus vandaag kiezen of je maakt op de ring of op het touw. Dan heb je een lange slinger, kan je ook mooi neerleggen in de vorm die je zelf wil. En de ring is heel mooi, want dan krijg je echt een krans. Beide maak je eigenlijk op dezelfde manier, is net zo leuk. Deze op het touw laat ik al regelmatig zien, is hier regelmatig hier voorbij komen. Vele variaties zijn mogelijk en vandaag gaan we werken met mooie plantjes. Ik heb heel veel mooie heideplantjes in verschillende kleuren. In het wit, in het lichtroze en iets donkerder roze. Ik heb ook wat droogmaterialen die ertussen gaan. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik knip eerst alles in kleine stukjes en dan binden we hem of op het touw of op de ring. Wat je dan zelf het prettigst vindt. Beide DIY pakketten staan dus ook online. Dus dan kan je gewoon zelf kiezen waar je het beste een plekje voor hebt. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Je knipt dus alles in stukjes, zodat je het straks bij elkaar kan pakken en toefjes mee kan maken. En dat doe je met al het materiaal. Als je de heide hebt afgeknipt, gooi hem dan niet weg, maar poot hem in de tuin. En hij komt volgend jaar weer terug. Kan je hem nog een keer maken? Dat is natuurlijk altijd leuk, want het is gewoon een vaste plant. Dus zeker niet weggooien. Dan heb ik nog mooie plantjes. Ik heb ook nog een lavendel en die gebruiken we op dezelfde manier als de heide. En ook de lavendel niet weggooien, maar poten in de grond. Nu kan je eerst toefjes gaan maken. Dus dan pak je ook je overal wat bij elkaar en dan doe je een ijzerdraadje omheen. Maar je kan het ook rechtstreeks binden op de ring. Of op het touw. De techniek is dus precies hetzelfde. Net wat je zelf makkelijker vindt. Is het de eerste keer dat je het doet, is het misschien handiger om eerst kleine toefjes te maken. Dan pak je gewoon de bloemetjes bij elkaar. Tot je kleine bundeltjes hebt. En dan doe je daar een ijzerdraadje omheen. En als je dan meerdere hebt, dan leg je hem op de ring en daar wikkelen we hem weer omheen. Als je dan een groot deel van je toefjes klaar hebt, dan maak je eventjes het ijzerdraad vast aan de ring of aan het touw. Doe je gewoon in het begin. Van de guirlanden staan meerdere video's online, dus dat kan je ook altijd stap voor stap zien. Maar het werkt eigenlijk op dezelfde manier. Dan leg je hem op je ring en daar wikkel je het wikkeldraad een paar keer omheen. Trek je hem even goed aan, zodat hij vast zit. Dan pak je het volgende toefje en die leg je daar dan weer bovenop. Ik kijk een beetje naar de verdeling. Ik heb een beetje verschillende toefjes gemaakt. Dus op die manier dan kijk ik een beetje wat leuk staat. En wat leuk valt.
En je kan ervoor kiezen om de ring helemaal op te maken of alleen aan de onderzijde. Wat je zelf eigenlijk leuker vindt. Wil je hem aan de onderzijde, dan is het vaak mooi als je aan het begin hem wat smaller werkt en aan de binnenkant wat breder. Dan doe je dan in de binnenkant even wat meer toefjes. Je ziet dat ik hem daar smaller laat toelopen en dat hij hier breder uitkomt. Totdat je in het midden bent, dus dat je denkt van dat vind ik genoeg. Dan wikkel je hem even af en dan ga je hetzelfde doen, maar dan vanaf de andere kant. Wil je precies dezelfde toefjes, dan kan je de toefjes elke keer ook echt hetzelfde maken. Dus als je elke keer twee om twee hetzelfde doet. Wil je het wat gevarieerder, dan hoeft dat niet. En dan begin je eigenlijk op dezelfde manier weer, totdat je weer hier in het onderaan bent. Wanneer je aan het eind komt, is het belangrijk dat je je toefjes iets korter maakt. Dus dat je een korte steel hebt. En als je die er nog weer even oplegt, dat je dan er overheen wikkelt. En dat doe je dan tegen elkaar in. En als je hem dan helemaal klaar hebt, dan wikkel je hem even extra met het ijzerdraadje en dan trek je even aan zodat hij goed vast zit. Ik heb dan nog twee kleinere toefjes, die leg ik er ook nog op en die legt er wat meer schuin op. Dus dan maak je hem als het ware een beetje rond. Die bind ik er gewoon op dezelfde manier dan omheen en dat doe ik ook aan de andere kant. Extra wikkeling, trek je hem even goed aan, dat hij goed stevig vast zit. En dan werk ik het laatste af door er even een mooi vruchtje op te lijmen. En dan hebben we hem. Prachtig mooi afgewerkte krans. De krans is echt rijk gevuld met mooie materialen. Kijk hoe prachtig. Lekker lang houdbaar, want je kan het gewoon laten indrogen. Je kan hem aan de deur hangen. Je kan hem ook mooi neerleggen. Is ook echt prachtig. Of op een kast kan je hem neerzetten. Je kan hem dus maken in de krans. Of je kan eventueel hem binden op een guirlande, op een touw. Je kan beide bestellen. Ik zal beide online zetten. En dan krijg je deze prachtige kleurencombinatie. Prachtige materialen. Ik ben hier gek op. Ik ga deze aan de deur hangen bij mij. Heb ik ook mooi een warm welkom als je eraan komt. Nog even een extraatje. Hij is zo natuurlijk prachtig. Maar het wordt nu straks al vrij snel eerder donker. En dan is het heel gezellig om er een paar lampjes in te doen. Dat kan je gewoon met een lichtsnoertje doen. Die kan je dan hier aan de bovenkant bijvoorbeeld doen. Alleen op het ijzer. Je kan hem ook helemaal eromheen doen. Je kan trouwens deze krans ook dunner binden. En dan helemaal de ring vol. Dus je kan hem helemaal maken zoals je zelf mooi vindt. Ja, ik vind dit echt prachtig. Ik zal even een lichtsnoertje erbij pakken. Dan kun je zien hoe leuk dat eruit ziet.
Dit zijn lichtsnoertjes met een plat batterijtje. En dat vind ik zelf heel handig, want dan kan je hem heel mooi er makkelijk achter verwerken. Ik zou dan het batterijtje hier doen en dan kan je hem er gewoon omheen wikkelen. Je kan er ook voor kiezen om het alleen in het gedeelte van de bloemen te doen. Is ook mooi. Ik vind dit zo gezellig, lampjes. Ik vind dat het hele jaar door trouwens leuk. Ik vind het zelfs in de zomer vind ik dit leuk. Nu is de zomertijd, gaat al een beetje ten einde. Maar ik vind het echt het hele jaar door gewoon echt gezellig. Als je dan de lampjes uitdoet, of het is iets donkerder, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Ja, echt een plaatje. Wil je hem nou bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Vergeet me vooral niet te volgen op Facebook, Instagram of hier op YouTube. Dan mis je niks van alle leuke video's die online komen. En dan zie je mij de volgende keer weer. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. En tot de volgende keer. Doei.